Oh, heerlijk man. Wat een prachtig kill, jongen. 11 kills. Here we go, jongens. Holy knijter. Jonge mensen, super leuk dat jullie kijken. Hoe nieuwe video op mijn kanaal GamesView. En deze video, jongens, zoals je ziet, speel ik natuurlijk met de nieuwe Melis skin. Deze skin kwam vandaag in de item shop en ik vond hem er super vet uitzien. Dus we gaan natuurlijk proberen dit potje te winnen met deze skin. En we spelen niet zomaar een solo potje, maar we spelen een solo potje solid gold natuurlijk. Dit game mode is weer terug, mijn lievelings game mode. Ik vind dit echt wel een van de tofste game modes die erin zitten. Dus we gaan gewoon lekker proberen te winnen. We gaan lekker naar Tilted Towers toe. Dus een drukke bende zie ik wel. Ik zie nergens een wapen liggen op het dak. Oké, we gaan voor de trap dan. Nou, we hebben in ieder geval iets om iemand mee te killen. Alright. Plaats hem gelijk even hier neer. Je weet maar nooit. Oké, kistje. Ik hoor geen kist. Ik hoor boven mij een kist. Jongens, we hebben geen loot. Oh my god. Dit wordt een hectisch potje. Dat zeg ik wel. Volgens mij hier boven mij zit een kist. Dus ik moet die even gaan pakken. Snel. Kom op. Wapen, wapen. Kijk eens aan. Oh, SMG. Perfect. Even niet voor het draadje gaan staan. Want we worden gelijk afgeschoten vanaf dat dak. En trouwens, let niet op dit draadje. Mijn headset was ik vergeten op te laden. Dus ja, hij zit nu even aan een snoertje. Anders kan ik helemaal niks meer horen. Dus dat is wat minder fijn. Hier zijn volgens mij twee guys gekild. Of gaan fighten. Ja, er zit iemand beneden. Holy shit, die guy. Oh, ik ben echt gaan klunsen met bouwen. Got him. Oké, chill. Oh, als hij die kogel raakte met die shotgun, man. I was dead. Oké, ik hoor nog een guy. Oh. Oké, got him. Chill. Holy shit. Oké, geef me die scar. Dat is geen scar. Dit is wel een scar. Oké, het is druk, jongens. Echt waar. Holy shit. Oké, ik heb 2 shotgun ammo. Mijn SMG zit ook niet heel erg meer vol. Oké, dit wordt een moeilijke, man. Dit wordt een lastige. Ik moet even iemand gaan killen die met veel ammo rondloopt. Ja, dat is een beetje lastig early game. Oké. Oh, die kill heeft geen shield meer. Ik achter die guy aan. De sneeuwpop is van mij, ouwe. Ho, ik word gelijk weer achter. Oh god, het is echt mogelijk druk, jongens. Oh my god. Geef me een slurp. De slurp, de slurp. Oh my god, ik drop mijn shotgun weer. Oh my god, het is zo druk, jongens. Oké, even snel een slurpje innemen. Oké, we kunnen er weer tegenaan, jongens. Oh my god, ik heb 1 shotgun ammo. Got him, let's go. Heel weinig ammo, ik heb bijna niks meer, snel. Oké, jongens, heel veel concentratie. Waarom heeft iedereen zo weinig shotgun ammo? Wat is dit? Ik heb ook SMG trouwens. Oh my god, ik heb zo weinig shit. Ik heb zo weinig shit. Oké, geef me die trap. Alright. Oké, we hebben in ieder geval nog overleefd. Die guy met die trap van net. Die sneeuwpop chap. Dat was nog close. Ik hoor zoveel mensen lopen. Oké, ik heb... Oh. Hier lopen allemaal mensen, jongens. Het is echt mokerdruk. Ik vind het wel leuk, maar het is wel even een stukje moeilijk, hè. Die is in ieder geval one shot. Daar kunnen we allemaal wel zeker over zijn. Ga ik hem pushen? Ja. Iemand anders heeft hetzelfde plan. Dankjewel. Geef me jouw SMG maar. Zo, die is full. Oké, shotgun ammo. Nice. Oké, we hebben het overleefd. Er zit nog een chap hier volgens mij. Yep. Bep. Hij bleef gewoon in die trap staan. Oké, dat zag er heel lollig uit. Oké, chill. Oh my god, jongens. Hey, 5 kills. Met de meest chaotische begin ooit. Echt, mamma mia. Ik zeg je eerlijk, deze game is gewoon niet normaal. Oké, was dit Tilted Towers dan, of niet? We hebben het gewoon als enige volgens mij overleefd, jongens. Oké, nice. Op het balkon. Kijk, prima hoor. Oh my god. Alright, natuurlijk die trap vanaf het begin hier in dit huisje. Echt, dat ik die door zat. I don't know hoe, maar holy shit, gast. Holy shit. Die heeft een sniper, vind ik trouwens wel even leuk om mee te nemen. Dus die nemen we ook lekker mee. Alright, we zitten nu wel een beetje met een matchdrama. Op zich, de ammo zit nu wel weer chill. Dus dat is in ieder geval niet echt meer een probleem. Dus dat is wel mooi. Want dat was echt net echt kantje woord houden. Dat we nog even een paar shotgun kills konden fixen daar. Alright then. Oké, chill man. Holy shit, gast. Oké, ik ben benieuwd of er nog meer mensen in Tilted zitten. Dat is altijd zeg maar de vraag. Je weet nooit natuurlijk of er nog iemand rondloopt. Het is altijd nog die guys die een beetje op afstand blijven wachten. Van ja, ik durf eigenlijk niet echt te vechten. Dus ik blijf lekker hier zitten. Dus wie weet loopt er nog zo'n guy hier rond. Trouwens, we hebben nog niet eens heel Tilted Oeh, daar vliegt iemand in ieder geval wel met een hoverboard. Dat bedoel ik. Ik weet altijd gewoon dat er nog iemand rondloopt. Je weet het gewoon. Oh, oké. Die kerel wordt ook weer beschoten. Er zijn weer 2 guys hierboven. Kom op. Ja. Ga naar hem toe, jongens. Oké, dit gaat lekker. Oké, chill.
Waarom schiet hij alleen maar met een deagle? Dat is niet heel erg bepaald chill op zo'n afstand. Oké, ik heb heel veel zijn mats nodig. Dankjewel. Oké, hij had niet eens zo heel veel. Oké, hij werd nog beschoten door een andere guy. Dus daar gaan we... als die boom even mee zit, ook even heen. Oké, chill. 6 kills, jongens. Ik ben echt aan het strijden om een fucking high kill game te halen. Dus wie weet. Oké, waar was die guy die op hem schoot? Is hij ook al hier naartoe aan het lopen? Ik zie daar wel een hoverboard. Ik denk dat hij al... Dat dacht ik al. Dat hij al redelijk dichtbij zit. Gaat hij het editen? What the fuck? Ik dacht dat hij naar beneden geflikkerd was. Let's go. Dat is 1 hit. Ik kan nu een beetje onder sprayen. Weer een hit. Die kerel is best wel fucking geraakt. Oké, slim. En dan doen we gewoon dit. Web. Oké, chill. Got him. Oh my god. Ik ben zo snel aan het klikken op alles, jongen. Ik wil gewoon beter worden met editen. Dus ik ben echt gewoon overdreven snel aan het tikken op mijn toetsenbord. En dan weet ik van wat voor gekluns eigenlijk allemaal. Maar ai, het gaat wel lekker, man. Laten we maar gewoon die hoeveelbord daar gins pakken. 7 kills is gewoon echt een prima aantal, zeg ik je eerlijk. En deze skin, jongens, echt, je ziet het. Het is gewoon perfect om gewoon... Ja, ik weet niet, een skin maakt best wel veel uit hoe je speelt, vind ik. Kijk, als ik bijvoorbeeld met zo'n Ragnarok skin ga spelen... Ik persoonlijk kan daar gewoon geen reet mee omgaan. Ik weet niet, ik heb gewoon niet echt zo'n... Holy shit! Hij had mij fucking close en ik had hem... Kut, dat reloaden deed iets, duurde iets lang. Holy kwakkemolie. Als ze daar elkaar hadden gesniped, ging ik echt lachen, ouwe. Dan ging ik echt lachen. Oké, die kerel zit wel een beetje op high ground, wat ik wat minder vind natuurlijk. Ik kan natuurlijk die hoeveelbord hier gewoon pakken. Dus we kunnen gewoon of naar hem toe, of weg van hem gaan. Maar ik wil eigenlijk wel veel kills halen. Oh my god, tuurlijk. Tuurlijk, gast. We moeten hem pushen, we moeten hem pushen. Ik ben een beetje bang voor die sniper achter mij. Oh god, wat is hij van plan? De bills gaan snel, jongen. Kut, ik schoot op die boom. Ik heb geen mes. Oh, fuck. Nice, ik had zijn HP nodig. Got him. Oh my god. Oh my god, jongens. 9 kills. Oké, ik ga echt de zweetmodus nog steeds aangooien. Oké, nice. Oeh, hoeveel HP kunnen we weer krijgen? Oké, heel even 1 mini nemen. Knijters, man. Dit was veel te close. Dit was veel te close. Ik zeg je eerlijk. Dat we hier nog levend uitkwamen. 9 kills. Nog 19 man over. 18 man. Je moet jezelf natuurlijk nooit meetellen. Alright. Chill. Ik ben zo hyper, jongen. Oh, dit. Mijn mind staat nu echt op veel kills halen. Dus jongens. Ik ga het ook proberen. We gaan gewoon die 20 bom een keer proberen te halen in een video. Dat lijkt me zo sick. Volgens mij heb ik dat nog nooit gehaald. 1 keer. Oh nee, dat was geen video. Mijn record staat in solos op 21 kills. Alleen dat heb ik echt... Toen was ik zo erg aan het focussen. Dat was echt niet gezond. Alright, we zitten goed. De match is nog steeds niet heel veel. Dus dat moet ik wel even wat omhoog krikken, man. Ik zeg je eerlijk. Hier zitten als het goed is wat pallets. Ik moet niet te lang treuzelen, want ik moet gewoon die 20 bom kunnen halen. Er zijn genoeg mensen nog over. Alleen ja, je weet gewoon nooit hoeveel mensen er steeds overblijven. Want ja, heel vaak gaan bij mij altijd mensen zo snel dood. Oké, hier pallets en dan gaan we er gewoon vandoor. Dacht even deze pallets snel, jongens. En dan piepen we gewoon weer verder, hè. Want ja, dit hout is gewoon gratis hier, het ligt hier gewoon en het is veel, dus ik heb dat gewoon nodig. Alright, let's go. Besef hè, in het begin van het potje hadden we niet eens heel veel kills. En nu hebben we gewoon 9 kills al, like, what the hell, dat gaat echt snel. We zien maar weer, je moet gewoon even doorzetten in de game en dan kan het altijd weer helemaal goed komen. Ik hoor een guy lopen. Wat ben ik blij dat ik hier even... geduwd heb. Oké. Shit. Oké. Zie je gelijk dat er weer gefocust wordt op de andere. Oké. Zit hij nou op mijn dak? Nee, dus. Ik heb nog steeds niet zoveel match, jongens. Dat moet ik echt onthouden.
Ga dood! Oh, dankjewel. Dank u wel. 10 kills, jongens. Oh my god, ik moest hier niet in die 1v1 bij hem komen, gast. Dat kon echt mij dood worden. Oh, shit. Dat ging per ongeluk eigenlijk. Hij schoot mij naar beneden. Fucker duck, ouwe. Alright, ik wil niet door dat raam geschoten worden. We zitten ook weer full HP. Chill. Er was ook in ieder geval een vies knaapje die ergens vanaf een berg zat te schieten. Dus op zich, als die kerel ook nog even hier komt gluren, zou even leuk zijn. Alright, alleen waar? Oké, ik hoor daar schoten. Ja, daar zit iemand. 100%. Oh, heerlijk man. Wat een prachtige kill, jongen. 11 kills. Here we go, jongens. Holy knijter. Dat moet je altijd doen, jongens. Onthoud dat echt goed. Als je iemand snipt en hij is zeg maar niet in één kogel dood, gelijk naar je scar switch. Altijd gelijk naar die scar switch om gelijk gewoon wat kogels daarna te gooien. Heerlijk, man. 11 kills. Let's go. We moeten hier weg. Ik wil die guy even looten daar, want hij zat ook weer met iemand in een fight daar. Dus op zich wil ik wel even zijn loot hebben, want ik heb echt match nodig. Match is nu het probleem weer. Ik heb altijd een probleem in een game, man. Dat heb je altijd, dat je wel een beetje zonder iets komt te zitten. Oké. Okay. Let's go. Ik weet niet of een enemy hier alles gaat looten. Nee dus. Oké, okay, chill. Dan is er nu even ons loot. Dankeschön. Hij had in ieder geval ietsjes loot, maar niet heel veel. Maar met wie zat hij hier te fighten dan? Die zie ik helaas niet. Is er nog iets laatst gevallen? Nee. Alright, ik mis de guy waar hij mee aan het fighten was. Dus dat is op zich wel... Nou, helaas dan, weet je wel. Nou, we gaan gewoon even naar de safe zone toe. Nog 11 man remain. Ik kan nog steeds die 20 bom halen. Ik moet wel even mijn hoverboard gaan fixen. Dankjewel, die zit hier. Chill. Hoverboard, I need you now, oké? Okay? Oké, okay, let's get it. We gaan weer door. Op naar de safe zone, jongens. Oké, okay, misschien loopt die kerel wel hier ergens rond nog. Dat kan natuurlijk ook. Hij was niet heel ver weg, dacht ik. Ik dacht dat ze echt daar aan het fighten waren met z'n tweeën. Nou, het zal wel. Cezanne zit ook weer lekker hier dichtbij. Shit, er is iemand doodgaan. Ik ben echt aan het strijden voor die kills, jongens. Oké, okay, ik zie daar iemand lopen. Oké, okay, let's go. Ga heen. Okay, hij zit die boomtakken, yes. Oké, okay, let's go. Holy shit, oh god. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Ik heb wel een nice put. Oké, okay, ik werd ook daarvan besnijpt. Dan weten we dat in ieder geval ook dat daar nog iemand zit. Oh, fuck. Oké, okay, ik heb een nice put. Zal ik het gewoon doen? Ik wil het doen. Zal ik het gewoon doen? Oké, okay, hij heeft me geraakt. Dan gaan we nu omhoog bouwen. Ja, dacht ik wel. Ik heb geen fucking traps, ouwe. Ja, ik snap dat jullie me willen killen, maar hou eens even op met op mij te schieten. Oh shit, hij zit daar. Okay, chill. Oh, ga dood, ga dood. Oh, hij is zo low. Oh, die kerel is zo low, gast. Oké, okay, ik kan gewoon helaas niet zo lang pieken, want er zitten allemaal guys om mij te snipen. Dat bedoel ik, het is echt niet normaal druk hier. Oké, okay, even snel. Ik begin langzaam een beetje te gaan stress spelen. Dat is niet chill natuurlijk. Dan ga je een beetje dom spelen, maar ik ga naar de kerel toe. Ik weet niet of die shit heeft qua heals. Ik zie daar nog een knaap verderop zit. Ik word weer geraakt. Oh god, wat kut. We hebben geen match. Oké. Okay. We hebben helemaal niks, jongens. Helemaal niks. Oké. Even zien. Wat is slim? Wat is slim? Volgens mij zit daar nog een guy boven. Waar is die launchpad neergezet? Ik heb geen idee. Waar zit die launchpad? Doe gewoon even zo. Got him, let's go. Oh, maat. Dit was niet mijn slimste idee. Wat? Ik had toch die minis gepakt? Oh my god, maar het heeft wel gewerkt. En hij heeft moken van mats. Alright, chill. Oké, okay, huh? Ik dacht dat iemand geen launchpad. Oké. Okay. Oh my god, ouwe. Hoe de fuck leven wij nog, jongens? Even serieus. Oh my god, er zit daar iemand zo vies te campen daarboven. Alright. Dit heeft op dit moment nog goed gewerkt. Ik kan helaas niet meer de 20 bom halen. Dat zie ik je nu wel. Zo zie je maar weer hoe stress en snel je ook achter die kills probeert aan te gaan. En gaan zoveel mensen tegen dood, ouwe. Dat is altijd mijn valkuil. Alright.
Nu alleen deze guy even een goede pomp door zijn neus geven. Ik heb nog steeds geen traps, man. Dat is zo ruk. Hij gaat het opblazen. 3, 2, 1. Let's go. Edit het. Of niet. Hij edit het ook niet van boven dan nu, hè? Sorry jongens, ik ben heel veel aan het stressen. Right. Oké, ik zit ook best wel hoog, dus daar moet ik ook wel even rekening mee houden. Oké, ik heb een launchpad daar in mijn handbereik staan. Wat is deze guy? Er zitten twee man onder mij. Daar zit er één. Die berg zit er ook. Oké, volgens mij is dat deze guy, man. Wat is slim om te doen. Wat is slim. Ik moet niet te lang stilzitten, dat weet ik wel. Ik heb weinig mats. En er zitten twee mensen onder mij. Als hun nou met elkaar gaan fighten. Oké, ik denk dat ik toch maar eerst even de launchpad pak, jongens. Gewoon om in ieder geval even een stukje verderop te zitten. En natuurlijk gaan ze op dat moment elkaar fighten. Oh, wat leuk. Op. Oh, kijk hoe hoog die kerel alweer zit, hè. Ik heb weer geen match. Ligt hier wat? Oh, hout. Nice. Ik moet het maar met deze RPG doen. Ik bouw me in. Oké. Okay. Oh my god, hoe kan ik dit? Oh my god. Oh my god, jongens. Ik snap dit echt niet meer. Oké, ik heb helemaal geen mensen meer. Helemaal niks. Ik zit de hele tijd zonder, man. Oké, ik moet naar de zee, jongens. Zo'n guy zit de hele tijd in de launchpad hier. Geen idee waarom. Maar, dan ben je weg. Is een slim. God. Fuck. Oké, even denken. Heb ik shit? Oké, ik heb hem comfy. Nice. Er ligt fucking veel loot hier waarschijnlijk voor mij. Oké, de C is gewoon heel slow hier. Oké, chill. Nice, dan kan ik het oppakken. Ik had het echt nodig, Nalo, jongen. Oh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kijk, hij heeft in ieder geval iets van match. Nog steeds niet heel veel, trouwens. Dat zijn de laatste twee. Dat zijn de laatste twee. Waar zit die guy? Oh, die zit daar. Nice. Got him. Nice. Oké, okay, chill. Nog één kill. Dit is de laatste guy. Ik heb nog steeds weinig mats. Dit is een no-skinner. Op zijn voet. Zo, wat gaat hij snel. Bep. Oh my god. Oh shit. Hou op met me, hoor. Hou op. 16 fucking kills houden. 16 freaking kills. Deze skin... geeft je power om deze games te winnen, ouwe. Wat een ziek potje was dit. Holy shit, jongens. Holy shit. 16 kills. Wat een high kill game. In Solid Gold Solos natuurlijk. Helaas net niet die 20 bon natuurlijk. Maar zoals je ziet, er gaan gewoon veel mensen dood. Maar gast, deze spanning was insane, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Ik vond het in ieder geval een super sick potje om te doen natuurlijk. Dus misschien is zeker het even te belonen. Met een duimpje omhoog kunnen we de 2000 likes halen. Dat zal super ziek zijn. Sowieso, thanks voor de support allemaal. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Ja, dat zie je. Splaakgeblek gaat ook weer even toenemen. Ben je trouwens nog niet geabonneerd, jongens? Vergeet zeker te abonneren op mijn kanaal. Dat is super doof. En daar help je natuurlijk enorm mee. Dus thanks voor de support, jongens. En ik zeg tot de volgende video, jongens. Later. Bye.